fucking club. Het feest heet dus Luxurious. Heeft het dan ook echt iets met luxe te maken? Het feest Luxurious is eigenlijk gebaseerd op een R&B feest wat meer luxe en wat meer chicere uitstraling heeft. Dus wij wilden gewoon graag een feest in elkaar zetten waarbij de vrouwen voornamelijk centraal staan. Een vrouwvriendelijk feest waar vrouwen zich lekker kunnen uitdossen, mooie kleren aan kunnen trekken, hakken aan kunnen doen. Niet veel worden lastiggevallen door mensen, vooral namelijk mannen natuurlijk. Ja, dat het feest gewoon een chique uitstraling heeft en vandaar ook eigenlijk de naam Luxurious. En dat past natuurlijk goed bij de club, want die heet Club Lux. En waar is jouw idee begonnen? Nou, ik woon eigenlijk al heel mijn leven in een Kanaaleiland. En daar heb ik dus, ik heb veel buitenlandse vrienden en wij gaan altijd vaak naar R&B-feesten. Alleen in Utrecht zijn er heel weinig leuke R&B-feesten. En ja, al die tijd heb ik zelf zitten nadenken van, nou, wat ga ik doen? Wat ga ik doen met mijn leven? Ik heb zelf gevoetbald en na het voetballen moest ik toch gaan werken. Nou, wat ga je doen? En ja, op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga mijn eigen bedrijf beginnen. Wat heeft jou gebracht naar dit feest? Nou, ik ken Tony al heel lang. We woonden bij elkaar in de buurt. En met uitgaan zagen we elkaar eigenlijk altijd. We gingen ook vaak samen uit. Op een gegeven moment ben ik veel gaan draaien. En toen had Tony het geweldige idee om zelf een feest te organiseren. En ja, ik was een van de eerste jongens die hij vroeg om met hem mee te doen eigenlijk. Je hebt nooit gedacht om kleiner te beginnen, om iets cultureels te doen? Of wilde je echt gelijk een booming feestje in Utrecht organiseren? Wij trekken nu ongeveer 600-700 man op een feest. Als ik kleiner was begonnen, had ik misschien niet de naam kunnen krijgen die ik nu heb. Omdat ik gewoon... ik wilde een R&B feest neerzetten. R&B Eclectic Feest. Ja, het is gewoon een gemengd publiek wat je op R&B trekt. Ik heb gekeken naar andere locaties, ook in andere wijken. Maar dan zou het meer een buurtfeest worden. En dat wilde ik dus eigenlijk niet. Ik wilde echt een leuk feest in Utrecht neerzetten. Waar alle mensen van alle wijken naartoe kunnen komen. Dus vanuit Zuilen desnoods of vanuit Overvecht. Dat mensen toch naar de stad komen om een feest te hebben. En wil je vasthouden aan het R&B-concept of wil je ook nog iets met house of techno of iets dergelijks gaan doen in verband met Utrecht? Ja, nou, de techno-scene in Utrecht is al heel groot. En als ik me daarop ga richten, wat niet echt mijn soort muziek is, dus ik heb daar ook niet heel veel ervaring mee. Ja, dan ga ik toch concurreren met mensen die dat veel beter kunnen. Dus ik hou me toch liever bij hetgene wat ik goed kan. En dat is toch, ja, ik hou zelf van deze muziek en ik ken veel mensen in deze scene. Ik wil wel naar iets meer eclectic in house gaan en daar een ander soort feestje in gaan geven. Dus dat gaat zeker wel komen. Dat staat wel voor 2013 allemaal op de planning. Maar ja, voor mij is Luxurious gewoon, dat is gewoon mijn kindje. En dat wil ik eigenlijk gewoon staande houden.